Ik volg 8 Gelderse topsporters tijdens hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. En dan kan ik hem ietsjes kleiner gaan maken. Dat het echt om een dubbeltje heen is, als het ware. Ik doe zelf ook mee. Oh, dit ziet er helemaal uit, denk ik. Want ik wil weten wat hun drive is. Wat ze moeten doen. Ja, 7 dagen in de week, ja. Echt? Ja. En wat ze moeten laten om goud te halen. Achter mij rijdt Marlies van Balen. Ze is Nederlands kampioen dressuur bij de senioren en werd 5e met het Nederlandse team op de Olympische Spelen in Tokio. Dan zou je denken, dan ben je meteen geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Maar zo makkelijk is het niet. Dat het Nederlandse team naar Parijs gaat, dat is zeker. Maar er mogen er maar 3 meedoen. En dat betekent voor Marlies van Balen dat ze zich steeds opnieuw moet bewijzen. Ik ben Marlies van Balen, ik ben dressuur-amazone en 43 jaar oud. Onze dressuurploeg is gekwalificeerd om deel te nemen aan Parijs. En degene die daarin zitten in die ploeg, dat wordt eigenlijk aankomende zomer bepaald tijdens het CAO Rotterdam. En het Nederlands kampioenschap zijn eigenlijk de 2 grote observaties. En daarna dan zal de bondscoach beslissing nemen wie er meegaat. Dus echt kort voor de Spelen wordt bepaald wie dat er in de ploeg zit. Spannend. Ja. Hey Marlies, ben je er vroeg bij? Het is gewoon 7 uur. Mag ik dichterbij komen? Jazeker. Rustig aan. Ja. Schrikken ze niet. Hey Habibi. Ja, een beetje praten. Hey Moepie. Ja. Goedemorgen. Nu ziet hij je aankomen. Goedemorgen. Is dit voor jou normaal, 7 uur 's ochtends? Door de week begin ik ietsjes later, want dan ga ik eerst even mijn dochter naar school brengen. Ja. Het liefst zou ik altijd wel ietsjes eerder beginnen. Ik vind het heerlijk. Als het nog lekker rustig is en je hebt echt volle focus. En het liefst ook de baan nog een beetje leeg. Ja. Dat heb ik met de trainer van mijn toppaarden wel heel graag. Het is je eigen baan aan huis. En doe je dit dan 7 dagen in de week? Ja, 7 dagen in de week. Ja. Echt? Ja. En dit is Habibi. En Habibi gaat met je mee naar de Spelen. Dat zou kunnen, ja. Want het kan ook nog Go Legend worden. Go Legend, die is ook mee geweest naar Tokio. Mm-hmm. Dat is ook een fantastisch Grand Prix paard. Die heeft daarna helaas een blessure gehad. Die had een tekenbeet, waardoor dat hij er lang uit was. Die raadt steeds beter in vorm. En het is voor mij als Amazone ook heel fijn om 2 paarden op het niveau te hebben. Omdat je dan eigenlijk ook technisch steeds heel goed onderhouden blijft als het ware. Je raakt niet vastgeroest op 1 systeem. En het is ook heel fijn om op de wedstrijden 2 paarden op dat niveau te hebben. Is dat normaal? Heeft iedereen dat? Nee, dat zeker niet normaal. Dus jij hebt die luxe? Ik heb een luxe. En nu moet je waarschijnlijk borstelen, moet ze verzorgd of moet hij verzorgd worden? Zeker. Zal ik je helpen? Graag. Oké. Okay. Waarom heb ik geleerd dat ik niet achter een paard mag gaan staan? Nee, precies. Echt ernaast lopen. Oké. Okay. Ja, kom maar hoor. Loop je naast mij? Ja. En je doet dit niet alleen, hè Marlies? Nee, samen zeker met niet. Het is echt een familiebedrijf. Het is echt een familiebedrijf, ja. Ja. Mijn moeder heeft het eigenlijk echt opgestart. Eigenlijk eerst samen met mijn vader. Want hoeveel paarden hebben jullie hier staan? Nu 43. 43? Ongeveer de helft is van onszelf, dus jonge paarden, tot en met wat oudere, tot en met de Grand Prix paarden. Want jullie fokken ook? Ja. Is Habibi bijvoorbeeld ook hier opgefokt? Ja. Ja, is hier geboren. Wauw, dus het is echt je eigen talent? Ja, zeker. Dat is dan wel echt te gek. Ja. Extra speciaal lijkt me. Ja, en extra leuk ook, omdat je de hele weg al kent vanaf veulentje af aan, wat ze hebben meegemaakt, hoe ze zijn in het karakter. Dat is allemaal niet nieuw, je weet de hele geschiedenis. Maar hoe weet je dan bij een veulen of het een goed paard gaat worden? Echt een Olympisch paard eventueel worden? Dat is niet te zien, nee. Het is, hoe werkt dat dan? Het is wel de kunst om natuurlijk te zien wat voor talenten dat ze hebben. Bepaalde dingen zie je al wel.
Maar en dat blijft het moeilijkste wat er is, om echt te zien die zou het kunnen worden en die niet. En vaak is het echt naarmate dat je met ze aan het werk bent, dat je dan pas echt merkt van het karakter is ook super belangrijk. En dan merk je pas echt of ze echt voor je willen gaan of misschien net niet. En echt voor het Olympisch niveau moeten ze echt voor je willen gaan. En bij Habibi had je meteen zoiets van, nou, dit is een talentje. Ja, bij Habibi was dat al wel vrij vroeg duidelijk dat hij in ieder geval ook talent had voor het hogere werk. Maar goed, dan moet het allemaal nog samenkomen. Het is een lange weg. Paarden die worden aangereden, zoals dat heet, als ze 3 jaar zijn. En de meeste paarden, als ze het Grand Prix niveau halen, want dat is ook niet voor ieder paard weggelegd, ze moeten er ook echt een bepaald talent, een bepaald aanleg voor hebben. Dan zijn ze zeg maar 9, 10. Dus moet je nagaan wat een weg dat is voordat je zover bent. Ja, bij een dressuurwedstrijd komen natuurlijk veel dingen kijken. Je begint al met het transport ernaartoe, waarin je natuurlijk voor veilig transport wil zorgen. Daarnaast de huisvesting van de paarden tijdens een internationale wedstrijd verblijven ze op het concours in vaste boksen. En daarnaast alles eromheen, de trainingen, de wedstrijden, vaak meerdere dagen. Ja, vlak voor de wedstrijd gaan wij het paard natuurlijk verzorgen, dus poetsen, netjes schoonmaken, klaarmaken voor de wedstrijd. Dus het zadel gaat erop, het hoofdstel gaat erin, de beenbescherming. En dan gaan we eigenlijk rustig aan naar de losrijring en dan gaan we opwarmen. Dus we gaan ons eigenlijk klaarmaken voordat we de proef kunnen gaan rijden die om en nabij 6 minuten duurt. En het opwarmgedeelte, dat duurt meestal wel iets langer dan een half uurtje. We gaan eerst even rustig losstappen, losrijden en dan de oefening een klein beetje doornemen. Zodat je echt goed op elkaar bent ingespeeld voordat je de proef ingaat. Onze paarden die zijn echt heilig en wij willen ook echt dat de mensen die met ze in contact zijn, dat die ze ook echt heel goed kennen. Moet hij nog plassen? Nou, ik heb hem wel de straks gehoord, maar dat is precies een beetje een tijd dat je denkt, gaat hij nog een keer plassen? Eigenlijk al jarenlang dat dezelfde mensen bij die paarden blijven en die kennen ze van binnen en buiten, die weten ook direct als er iets mis zou zijn, al is het maar een heel kleinigheidje. En dat wordt dan weer direct met ons gecommuniceerd. Dus we hebben een klein team wat heel erg op elkaar is ingespeeld daarin. Stelling en buiging is goed zo, nagevelijkheid is goed. Ja, doe het nog een keertje. Kom maar. Het allerbelangrijkste in het opleiden van een dressuurpaard is om echt het vertrouwen te houden van het paard. Dat jij duidelijk kunt uitleggen wat je van hem wilt en dat het paard jou ook echt begrijpt. En dat is voor ons ook nog steeds de uitdaging, want paarden kunnen niet praten. Dus wij moeten natuurlijk lezen wat ze voelen en wat ze nodig hebben. Dag schatje. Doei. Heb je alles bij je? Ja. Oké. Okay. Kom je vanmiddag ook lunchen uit de soep? Ja. Doei. Je dochter? Ja. Ik zou het eigenlijk wegbrengen, maar oma doet het even, dus. Oh. Doe ik het goed eigenlijk? Het gaat hartstikke goed, Hendrikje. Ja, je hebt er echt talent voor. En nou reed je in Tokio met Go Legend. Klopt. Wat is nou het verschil tussen Habibi en Go Legend? Ja, dat zijn hele verschillende paarden, hele verschillende persoonlijkheden. Ze hebben allebei heel veel talent voor het Grand Prix werk. Ja. En het is gewoon superleuk om ze allebei te rijden, omdat ze toch echt ook verschillende kwaliteiten hebben. En ook wel weer een paar overeenkomsten, zoals voor bepaalde oefeningen, zoals piaf en passage. Daar hebben ze allebei heel veel talent voor. Maar ze zijn vooral ook in het karakter wel heel anders. Dus, hoe dan? Deze Habibi die kan zich eigenlijk net ietsjes eerder ontspannen. En Go Legend die vindt het soms nog wel even ietsje spannend op een wedstrijd. Dus dat is eigenlijk een beetje het verschil. Oeh, er zijn er natuurlijk meer. Dit is een halfbroertje. En dit is een halfzusje. Ja. Het zijn allemaal familieleden. Staat hier in de buurt van Go Legend? Ja, tegenover elkaar staan ze. Oh. En ze vinden het ook heel gezellig om met elkaar op wedstrijd te gaan. Hier blijf ik maar even buiten, denk ik. Zijn box is helemaal schoon. Zo, deze namen, dat is eigenlijk de bloedlijn. Dus dit is zijn vader en dit is
De vader van de moeder. Ah, oké. Okay. Nou, we hebben eindelijk de Olympische familie bij elkaar. Kobi, jij was er in 2000 bij in Sydney. Dan kan ik me voorstellen dat die Olympische Spelen een beetje gewoontjes beginnen te worden. Nou nee, dat went echt nooit. Dat is zeker niet. Het is een hele bijzondere wedstrijd natuurlijk. Sowieso moeilijk om er te komen. Want ik was ook al in de 40 voordat ik eigenlijk het doel bereikte. Oh. En enorme ervaring. Het was natuurlijk Sydney, Australië. Natuurlijk een verre reis ook voor de paarden. Jij maakte deel uit van het team Ankie van Gunsen en Arjen Theeuwissen. Ja, hoe was dat? Ja, geweldig. En Ellen Bontje hoorde daar ook bij. Hè. We hadden al echt voor die tijd een heel mooi team. Met paarden die echt ook al buitengewoon op Europees niveau gepresteerd hadden. De jaren ervoor. In de kwalificaties ook. Nou ja, en we wonnen daar zilveren medaille. Je kan een klein beetje aftrainen, maar de laatste kwalificatie is toch vaak nog vrij kort voordat het hele spektakel begint. Was die weg naar de kwalificatie niet ongelooflijk spannend? Ja, dat is wel heel mooi ook. Vooral ook als ik er achteraf over nadenk. Dan die grotere wedstrijden, wereldbekerwedstrijden, ook de winter voor die Olympische Spelen, heb ik zelf sportief gezien en echt een heel mooi jaar gehad. Enorm van genoten, op de prachtigste wedstrijden geweest met veel concurrentie. Ik kan me voorstellen dat je Marlies dan ongelooflijk goed kan helpen. Het belangrijkste is ook het moeilijkste, om gewoon heel dicht bij jezelf en bij je eigen team te blijven. Dat blijft altijd de uitdaging. Om je niet te laten afleiden door alles eromheen. Ja, maar dat is moeilijk af en toe. Ik zit eigenlijk al vanaf mijn vierde jaar in het zadel. Dus bij ons hoorde het echt een beetje erbij. En het is wel zo dat het virus bij mij helemaal is overgeslagen. En onze eigen dochter Feline die vindt het nu ook al heel erg leuk. En die heeft ook al haar eigen pony waar ze wat wedstrijdjes mee rijdt. Dus dat is wel heel leuk. Nu kan ze natuurlijk al heel veel. Kun je haar nog wat leren? Nou, ik denk echt dat je het moet zien niet meer als leren. Want ze kan gewoon alles. Maar wel ondersteunen en terzijde staan. Ricky, wat voor type Amazone is Marlies? Marlies is een Amazone die natuurlijk al heel lang de Suur rijdt en heel traditioneel ook in die sport altijd gereden heb. Is een ruiter die goed te coachen is, dus dat is heel fijn om mee te werken. Die ook heel graag zichzelf wil verbeteren erin. En mentaal denk ik dat ik daar nog wel een stukje toevoeging kan geven aan stappenplannen mentaal en hoe we dan daarin verder kunnen. Dus. Ja, bij de dressuursport is het wel heel belangrijk dat je eigenlijk altijd nog ogen van buitenaf hebt. Dus het gevoel als je erop zit is heel belangrijk, maar daarnaast is het ook heel belangrijk hoe het eruit ziet. En dat komt vaak overeen, maar niet altijd. En het is heel belangrijk dat iemand vanaf de grond je zegt, dit ziet er goed uit, dit moet nog beter. Zodat er ook niet kleine dingetjes insluipen. Nu ben jij van oorsprong westernrijdster. Ja, dat is best een bijzondere combinatie. Ja, daar moeten heel veel mensen wel om lachen. Dat ik ben van oudsher wel altijd dressuurruiter geweest. Maar ik heb toen de overstap gemaakt naar het western. Ik vond dat heel erg interessant. En ook die losgelatenheid. En dat je aan een losse teugel toch zoveel controle kon hebben over een paard. Dat sprak mij heel erg aan. En daar heb ik me toen de hele tijd in verdiept. En intussen ben ik weer terug in de dressuursport gerold. En probeer ik een beetje die link met die losgelatenheid. En toch dat je met minder druk meer controle kan houden. En die losgelatenheid en alles. Wij gaan natuurlijk in de westernsport iets een stapje verder, want dan heb je echt bogen in je teugel. Bij dressuur wel eens altijd een licht contact hebben. Dus dat lichte contact, dat probeer ik dan zo goed mogelijk over te brengen in de dressuursport ook. Nou, het is eigenlijk zo dat de paarden eigenlijk altijd nog een slagje sterker kunnen worden en ook nog een slagje losser. En dat je zelf als Amazone ook nog scherper kunt blijven. Dus Ricky die is ook nooit tevreden, mijn moeder ook niet. Dus we gaan echt voor het hoogst haalbare. En we houden elkaar eigenlijk met z'n drieën ook heel erg scherp. Dus na elke wedstrijd is er weer een analyse. Dit of dat kan nog weer een beetje beter.
En dan is dat ook heel mooi om dat naar een volgende wedstrijd weer zo te doen. Dat je weer een puntje erbij gesprokkeld hebt op dat onderdeel. Als ze nou straks naar de Spelen gaat, sta jij daar dan als moeder of als coach? Ja, dan sta ik langs de kant als trotse moeder. Op het moment dat er een zwaardere wedstrijd is of een kwalificatie en Marlies moet daar rijden en ze moet ook de ring in. Ja, dan ben ik maar wat blij als Rieke hierbij is, want dan ben ik wel echt de moeder. En dan word ik ook behoorlijk nerveus, moet ik zeggen, in tegenstelling tot met leerlingen. Dan heb ik dat minder. Wel de gedrevenheid, want ja, ik hou heel erg van winnen. Mag duidelijk zijn. Maar nee, dan ben ik er echt als moeder. Waar gaat het aan liggen of je meegaat? Uiteindelijk echt om degene die de hoogste scores behaalt. En die echt fit to compete zijn. Dus op het laatste moment echt fit om aan de start te verschijnen. Bij ons is het natuurlijk zo dat we van twee levende wezens afhankelijk zijn. Onszelf en onze paarden. En we zijn allebei even belangrijk. En de paarden die worden uiteraard helemaal in de watten gelegd om ook zo fit mogelijk te blijven. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. Patrick, jij bent bondscoach dresseur, dus jij bepaalt welke ruiters en amazones meegaan naar de Spelen. Waar let je dan op? Het belangrijkste zijn natuurlijk toch de resultaten die daarin naar voren komen. En natuurlijk, als je natuurlijk de hele aanloop naar Parijs toe, dan gaat het natuurlijk ook om het stukje of iemand een stijgende lijn heeft. Of je zeg maar de goede flow te pakken hebt. Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat de jury ervan vindt en wat de resultaten zijn. Want hoe groot is de kans dat zij meegaat naar Parijs? Ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk zeggen. Je wil natuurlijk aan het eind wil je natuurlijk met de beste vier naar Parijs toe en dat de beste drie aan start komen. En dat is natuurlijk een heel proces om daar natuurlijk naartoe te werken. En we hopen natuurlijk dat we een hele grote vijver hebben om uit te vissen. Want dan is het natuurlijk ook, dan gaat het niveau ook omhoog. Marlies gaat wel mee, toch? Lust je een kopje koffie? Of kan ik je nog ergens anders blij mee maken? Ik hoef geen koffie, dankjewel. Maar we hopen natuurlijk wel dat Marlies in goede vorm is. En dat hij zeker natuurlijk een kans gaat maken. Of tenminste, dat hij de best gaat doen om erbij te komen. Verleden jaar was natuurlijk al Nederlands kampioen. Dus dat was natuurlijk al een hele mooie opzet. Maar het gaat er gewoon straks om wie eigenlijk de laatste twee observatiewedstrijden het beste in vorm zijn en het beste scoren. En dat zijn degenen die in het team zitten. Ik ben niet om te kopen dus. Nee, jammer. Helaas. Voor mij ziet het er eigenlijk allemaal even prachtig uit. Wat voor oefeningen moet je nou doen tijdens een wedstrijd? Ja, het zijn eigenlijk een aantal vastgelegde oefeningen, zo tijdens zo'n Grand Prix. Dan is het voor iedereen hetzelfde programma. Iedereen komt binnen, groet. En er is een aantal oefeningen die iedereen in dezelfde volgorde uitvoert. Sommige oefeningen die tellen dubbel. Zoals bijvoorbeeld de stap, de galop pirouettes die we net zagen, de piaf. Het is een draf op de plaats. Heeft dat dan te maken met de moeilijkheidsgraad? Met de moeilijkheidsgraad, ja, zeker. Daarnaast hebben we ook nog de kuur, dus dat is met muziek. En dan heb je te maken met diezelfde oefeningen, alleen mag je de volgorde zelf bepalen. En de muziek die mag je ook zelf kiezen. Dus dat is dan eigenlijk echt een proef die je naar je eigen hand kunt zetten. Maar hoe zorg je er nou voor dat hij precies doet wat jij wil? Dat lijkt me zo moeilijk. Dat is het ook en dat is gewoon ook een heel lang proces. Ons lichaam is ons instrument om te vertellen wat we van het paard vragen. Dus we rijden met onze zit, ons been en de teugels. En uiteindelijk proberen we om dat allemaal zo klein en fijn te krijgen dat de hulpjes voor een buitenstaander bijna niet te zien zijn. Maar omdat wij elkaar zo goed kennen, snapt hij wat ik bedoel. Ik ga je nu de pirouette laten zien en ik ga even uitleggen wat ik doe en wat hij dan doet. Oké. Ik ga nu eerst een overgang maken naar de galop vanuit de stap. En dan moet ik eerst even opletten dat de galop op zich een goede kwaliteit heeft. Dus weer genoeg energie. En ik zit hier op een grote volte. En dan is het belangrijk dat het paard stelling en buiging heeft. Dus de buiging is eigenlijk in het hele lichaam, zo om mijn been is die gebogen. Echt van de oor tot en met het staart.
en een klein beetje stelling. Dat is net achter het kaakgewricht. En dan ga ik eigenlijk de volte iets kleiner maken. En dan ga ik een zogenoemde arbeidspirouette rijden. Dus een pirouette die net iets groter is dan in een proef gevraagd wordt. Ik ga nu wat verzamelen. Ik ga iets meer zwaarder zitten in het zadel. En zo het gewicht wat meer achterop zetten. En dan ga ik hem met twee teugels de voorbenen ietsjes naar binnen sturen. En de achterbenen die maken als het ware een kleine volte. En dan probeer ik een vloeiend tempo te houden in de galop. En dan kan ik hem ietsjes kleiner gaan maken. Dat het echt om een dubbeltje heen is als het ware. En ik blijf draaien en ik blijf steeds iets met mijn been hem helpen en een klein beetje ondersteunen. En dan ga ik er weer uit. En dan laat ik hem even de hals strekken. Even ontspannen. Zodat hij ook na een inspanning eigenlijk weer direct naar de ontspanning kan gaan. En dan moet ik ook eigenlijk helemaal mijn hand kunnen ontspannen. Dat ik als het ware zonder teugels kan rijden. Dus ik kan helemaal mijn hand naar voren doen. En hij loopt eigenlijk helemaal gewoon lekker op zichzelf. Nou, ik denk dat ik het nu ook wel kan. Dit is Rosie. Oh, ik ben nerveus. En dat voelt hij natuurlijk, of niet? Ik denk dat het meevalt. Ja? Adem in, adem uit. Yes. Oké, ja. Ik kom aan, Rosie. Yes. Oh, ik zit. Yes, ik zit. Oh, ik krijg al kramp, hè? Oh, god. Oké. Okay. Ja, yes. Dan krijg je wel wat meer respect voor mij, hè? Echt wel. Wat cool, man. Ik mag op je zitten. Ja. Even lekker stappen. Of de piaf. Nou, laten we daar maar even mee wachten. Nou, neem jij haar rustig mee in stap. Ik blijf naast jou. Ja. Nou, je kunt dan ook licht rijden als je wilt. Dus dan ga je elke keer omhoog en dan weer zitten. Omhoog. En wat zij doet. En dan mag jij dadelijk met je kuiten een heel klein beetje tegen de buik. Een klein beetje aandrukken. En dan zeg je eraf. Het ziet er helemaal uit, denk ik. Eigenlijk, jullie gaan een heel mooi in de zit staan, hè? Ja. Ja. Zou ik het nog even proberen? Ja, dat mag. Probeer. Ja, dan moet in het ritme mee, hè? Ja. Okay. Omhoog, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Jij zit er precies een beetje tussenin. Ja, dat. Nu, ja. Goed zo. Hard. Niet te hard rennen, niet te hard. Oh, stop! Ik stap er bijna af. Okay. De piaf zit er voorlopig in. Nee, de piaf zit er nog niet in vandaag. Ja, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Ja, goed zo. Oh, joh. Wat komt hier veel bij kijken, man. En je moet ook gewoon spierpijn hebben, dat heb ik nu bijna. Maar je moet alles onder controle hebben, ook je buikspieren en je armen. Het is echt wel heel pittig. Maar ja, echt te gek als het lukt. Voor mij nog niet echt anders. Oh, geweldig. Wow, Marlies, dat ging ongelooflijk goed, of niet? Ja, ik ben super blij. Hij deed zo goed zijn best. Wow. Ik had een geweldig gevoel en ook hele goede punten. Dus. Ja, scoren van bijna 74%. Ja, echt mega goed. Echt heel gaaf. Geweldig. Ja. Waar moeten jullie nou nog aan werken om ervoor te zorgen dat je naar Parijs kan? Er zit echt nog verbetering in bepaalde details. Dus daar gaan we weer even goed over overleggen, ook met mijn trainster. En dan gaan we meer mee aan de slag. Maar overal met zijn hele vorm en met zijn fitheid en met het gevoel wat hij me gaf vandaag. Voor de eerste indoorwedstrijd ook dit jaar. Ja, ben ik echt heel erg blij. Heeft de Zuid ook een klontje verdiend? Ja, zeker. Mag ik hem dat geven? Ja, zeker. Dat vindt hij wel lekker. Kijk eens aan baby. Ja. Heerlijk. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes in Parijs. Dankjewel. Zet hem op, hè. Dankjewel.